Het autovoetbal, een van de activiteiten van de zomerfeesten Almkerk, trok veel bekijk zaterdagmiddag. Een grote lading auto's beschilderd met name van de teams, rokende motoren, rondvliegende onderdelen en een grote voetbal. Dat alles voor een heftig potje autovoetbal. Met drie auto's in het veld, elk team. En het idee is dat de bal aan de overkant tussen de stroopballen tegen de achterlijn aankomt. En wie dat het vaakste doet, die wint. Net voetbal eigenlijk. En ieder team heeft daar zo zijn eigen tactiek voor. Pin onderin en recht op die bal af. Ja, dat moet je eigenlijk weer niet prijsgeven natuurlijk. Maar kijk, weet je wat het is? Je moet kijken wat de tegenstander doet. Zo snel mogelijk scoren, want we hebben maar 7 minuten per wedstrijd. Dus er zit niet heel veel anders op. Vol erop. Ja, gewoon vol gas geven en dan kijken hoe het, hoe het gaat, maar. Nou, ik heb de grootste auto, zeg maar, dus ik probeer het midden te pakken. Dan doe ik de aanval en dan kijk je de andere twee naast mij of de bal links of de bal rechts gaat. Meer scoren als nu. Ging nu niet echt super, maar komt dadelijk wel goed. Tactiek, scoren, hè? Dat weet je. Gewoon gas geven. We gaan gewoon voor de lol dat we er winnen of niet, maar als ze maar kort zijn. En stuk gaan doen de auto's zeker, maar wel op een veilige manier. De veiligheid wordt hier gewaarborgd door eigenlijk wij als organisatie in verband met scheidsrechters. Wij hebben communicatie onderling met de portofoons, dus wij houden elkaar op de hoogte over wat er gebeurt. En communiceren over of de wedstrijd afgevlagd moet worden. En verder, zoals je hier ziet, hebben we de stroopballen als markering van het veld. En daaromheen nog een buffer van 10 meter om ervoor te zorgen dat het publiek ook veilig staat. Om alle auto's in de wedstrijd te houden, wordt er flink gesleuteld. Als je rijdende auto's hebt, na 3-4 wedstrijden, dan maak je het vaak wel af. Dus, Voor mij is er weinig mis mee. Alleen de deuren zijn eraf. Ja, daar breekt de hele wielophanging af. Dus ja, er is weinig meer aan te doen, denk ik. Dus ze gaan nou proberen om te lassen, denk ik. Mijn auto heeft aardig wat schade, ook wat lekke banden. Maar het is te repareren, dus... Niks is onoplosbaar, dus wij regelen dat wel. Hij had er even een bal uit de auto gehaald, hoor. Hij is al. Ja, ja. Hij komt er. De winnaar van dit jaar is het team van FC Barcelona. Zij moesten het opnemen tegen de winnaars van vorig jaar, Team All-Star. De eindstand 4-0.